Empowerment betekent dat je jezelf in staat stelt om bijvoorbeeld een lastige situatie of een ingewikkelde uitdaging aan te pakken, waar je last van hebt of waar je misschien stress door hebt. Dat betekent niet dat je daar geen hulp bij mag vragen. En daar gaat deze podcast over. Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Welkom bij weer een nieuwe podcast en heel erg leuk dat je luistert. En deze keer gaat het over het aanpakken van je uitdagingen. Het zal ook eens niet. Maar ook het hulp vragen erbij. Want op zich is het denk ik inmiddels wel duidelijk. Als je ook ziet wat ik aanbied via Baasbegrip. En dat zijn empowerment adviesgesprekken. Nou, empowerment betekent jezelf in staat stellen tot... Om je te ontwikkelen, te groeien, het beste uit jezelf te halen. Een persoonlijke of een werkgerelateerde uitdaging aan te pakken. Dus dat betekent empowerment. En dat is natuurlijk waar alle adviestrajecten over gaan. En op zich is het denk ik wel duidelijk dat ik heel erg geloof in het versterken van jezelf. In het hebben van zelfinzicht. En in het zelf kunnen aanpakken van je uitdagingen. En het kunnen... vinden van een oplossing voor dat waar je tegenaan loopt. En ik heb zelf ook... Of de volume niet te hoog staat. Oh nee, valt wel mee. Sorry. Onderbreking. Nou, ik heb zelf ook genoeg uitdagingen gekend. Ergens staat er volgens mij ook een podcast nog op die heet Van Burnout tot de Baasbegrip. Ook daarna gewoon verder in mijn werkende leven of daarbuiten heb ik natuurlijk ook echt gewoon genoeg momenten gekend van behoorlijke stress. En natuurlijk heb je die gewoon nog steeds. En ik ook. Maar ik had altijd wel zoiets van als ik ga zitten wachten totdat een ander het beter maakt. Of als ik oplossingen ga overnemen van een ander. Dan gaat het oplossen of het aanpakken van die situatie. Of waar ik dan ook maar tegenaan loop. Dat gaat gewoon niet echt heel succesvol. Het voelt dan ook niet makkelijk. Het voelt niet als van jezelf. En ben ik sowieso wel een beetje van het zelf doen. En het zelf oplossen. Maar goed. Ik heb er altijd heel erg sterk in geloofd dat het gewoon niet handig is om dan gewoon maar een ander te volgen en te doen wat een ander zegt. Hoewel die adviezen natuurlijk altijd heel goed bedoeld kunnen zijn. Zonder er zelf eerst echt over na te denken en te kijken wat je er zelf aan kan doen. Als er iets is waar jij last van hebt, dan is het gewoon echt veel handiger om de antwoorden in jezelf te zoeken. En gewoon zelf met een aanpak te starten die bij jou past. En hetzelfde geldt natuurlijk voor dat je echt aandacht hebt voor het überhaupt aan de basis versterken van jezelf. En dat is heel vaak het versterken van je zelfinzicht en jezelf kennen. En natuurlijk gewoon ook voor jezelf zorgen. Je kan überhaupt niet voor een ander zorgen als je daar beter bij voelt. Ik ben beter bijvoorbeeld, daar bedoel ik mee van, als je zegt van zorg eerst voor jezelf, dan kunnen we met z'n allen nog wel eens dat soort van reflexmatige gevoel krijgen van, maar dat is egocentrisch of zo. Of je moet toch altijd voor een ander zorgen. Ja, natuurlijk, we zorgen allemaal voor elkaar. Alleen, je kan gewoon niet voor een ander zorgen als je niet voor jezelf hebt gezorgd. Als je zelf niet lekker in je vel zit. Of echt helemaal uitgeblust bent. Hè. Het is een beetje hetzelfde idee natuurlijk als dat je in de vliegtuigen eerst je eigen zuurstofkapje op moet zetten. Zodat je daarna anderen kan gaan helpen. Omdat jij dan op dat moment gewoon in ieder geval nog op de been staat en voldoende zuurstof hebt.
Maar goed, terug naar het zelf aanpakken van dingen waar je last van hebt. Waarbij, even, ik zeg steeds aanpakken. Maar daar, waar bedoel ik mee van het aanpakken van je uitdaging. Dat kan betekenen dat je het ook echt oplost. Maar ook dat je er, soms kan dat gewoon niet. Hè, kan het niet verdwijnen, kan het niet weggaan. Kan het niet letterlijk oplossen. Maar zul je ermee moeten leren omgaan of... Ja, soms moet je het ook gewoon accepteren en het loslaten en doorgaan. Dus dat is allemaal aanpakken. Wat het allerbelangrijkste is dat jij bent degene die daar sowieso gewoon een stap in moet zetten. Die eerste stap in moet zetten. Hoe cliché het ook is. Dingen kunnen gewoon heel vervelend zijn en heel naar zijn en heel onhandig en niet leuk. En die overkomen je gewoon. Je kunt het ook bijna niet ontlopen je hele leven. Maar dat is dan gewoon ook wat het is op dat moment. Waarbij er natuurlijk, ook al is het een omstandigheid of iets vervelends wat jou overkomt, wat natuurlijk dan helemaal niet leuk is, maar jij bent altijd nog wel een hele belangrijke factor in hoeveel last je er dan van hebt en hoe vervelend het is. Omdat dat eigenlijk natuurlijk bepaald wordt door hoe jij ermee omgaat. Ja, ik kan me voorstellen dat je... Denkt van hè, als jou iets naars overkomt of iemand is heel vervelend, iemand anders en die irriteert je. Dat je dan denkt van ja hallo, dat is toch niet mijn schuld. Hoezo gaat het erom hoe ik ermee omga? Maar ja, juist als je dat heel erg sterk hebt. Hè, dat je dus echt gewoon heel erg kijkt naar buiten. En daar ook als het ware de schuld wilt neerleggen en... je daar een beetje als een slachtoffer aan overgeeft. Juist diegene die zou ik echt wel willen adviseren om toch even heel rustig te kijken van... Oké, wat kan ik zelf nog verbeteren aan deze situatie? Wat kan ik zelf nog doen om er toch net de scherpe kantjes van af te halen? Het is het echt waard om dan toch, ook al overkomt je iets heel naars door iets van buitenaf of door iemand... Om toch in jezelf te gaan kijken van, oké, wat kan ik zelf nog doen om het toch even net ietsje, net ietsje beter te maken. Dus dat cliché, dat is uiteindelijk gewoon toch echt wel waar. Dus het gaat niet om omstandigheid, maar om hoe jij ermee omgaat. En dat is gewoon eigenlijk alleen maar een tip om te kijken van, kan ik nog iets doen qua reactie van mezelf, qua mindset, qua lifestyle, qua acceptatie, qua... toch misschien je eigen talenten misschien gaan gebruiken om het beter te maken. Om dat te gaan doen. Zodat je toch de situatie of het probleem gewoon wat draaglijker kan maken. Gewoon net iets minder zwaar. En bij dit alles, het bekijken van... dit is hè, een hele vervelende situatie. Maar wat kan ik gewoon zelf doen om het toch allemaal wat minder heftig te maken. Of om het probleem zelfs... helemaal op te lossen. Daar hoort ook hulpvragen bij. Dus als ik het erover heb van het zelf aanpakken van je uitdagingen, dat betekent niet dat je geen hulp mag vragen. Het gaat er uiteindelijk om dat je die allereerste beslissing neemt en bedenkt van oké, laat ik eens kijken of er misschien toch een aanpak zou kunnen zijn, of er toch een oplossing zou kunnen zijn, of er toch een manier is hoe ik hiermee om zou kunnen gaan. En dat je vervolgens bedenkt wat het probleem is natuurlijk. Wat je dan zou kunnen doen. En dat je dus daarbij ook kan bedenken van... tools, wat ik eigenlijk moet doen of wat er zou moeten gebeuren... Nou, dat heb ik zelf niet zo goed. Ik vraag gewoon om hulp. Dus het hulp vragen... Dat is uiteindelijk ook maar gewoon een uitkomst van jouw manier van aanpakken van de uitdaging. Het start met die beslissing van ik wil gewoon niet blijven hangen in dat probleem. Ik ga sowieso kijken wat ik ermee kan. En als dat erop uitdraait dat je hulp vraagt, dan is dat gewoon een manier, een deel van de aanpak. Een tool om het, om het te gaan doen. Om te kijken of je van die lastige situatie of wat dan ook waar je ook maar tegenaan loopt. Of je daar een beetje van af zou kunnen komen. Dus
wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het versterken van jezelf en het ook echt gaan voor empowerment en het zelf aanpakken van je uitdaging en het bekijken hoe je daarmee om zou kunnen gaan, dat heeft er dus eigenlijk niet zoveel mee te maken dat jij ook per se iets verkeerd hebt gedaan. Zeker niet. Of dat het altijd aan jou ligt, dat zeker niet. Maar de mate waarop je je door laat beïnvloeden en hoe lang het duurt en hoe heftig het is, dat is wel iets wat je eigenlijk soort van jezelf aandoet. En het gaat er dus ook niet om dat je dan vervolgens het ook helemaal alleen moet doen. Je mag dus ook gewoon best, mag je gewoon om hulp vragen. Het heeft er uiteindelijk mee te maken dat je je eigen kopingsmechanisme herkent en erkent. En dat je beseft dat dat gewoon altijd een rol speelt bij bij wat voor uitdaging dan ook die je maar tegenkomt eigenlijk op je pad. Dat je je daar bewust van bent en dat je dus ook de beslissing neemt om te kijken, oké, hoe lastig deze situatie ook is, wat kan ik toch nog doen om een soort van winst te behalen, dat de situatie gewoon net ietsje beter wordt of net iets minder heftig of net iets minder lang duurt. En dat je daarvoor eigenlijk voor jezelf de leiding inneemt. Een stukje persoonlijk leiderschap. Om te kijken, wat heb ik daarvoor nodig? Maar ook, wie heb ik daarvoor nodig? Om me daar eventueel bij te helpen. Ja, dus dat wilde ik nog even meegeven. Want ik ben soms ook een beetje wel eens bang dat mensen misschien verkeerd opvatten. Dat ik het de hele tijd heb over empowerment en jezelf in staat stellen tot het aanpakken van dingen waar je tegenaan loopt. Ik hoop gewoon dan niet dat het idee ontstaat dat je daar dus helemaal geen hulp bij kan vragen. Of dat je dat helemaal alleen moet doen. Dat is zeker niet de bedoeling. Ja, dus ik hoop dat deze podcast voor diegenen die op dit moment in een situatie zitten die lastig is en die ergens tegenaan lopen, een soort steuntje in de rug is om in ieder geval die switch te maken in het hoofd. Dit is gewoon super lastig, maar ik verdien het om me beter te voelen en om hier uit te komen en zodat ik weer het beste uit mezelf kan halen. En ik verdien het dus ook om daarmee aan de slag te gaan. Om te kijken wat voor oplossingen er zouden kunnen zijn. En hoe ik het zou kunnen aanpakken. Of hoe ik er beter mee om zou kunnen gaan. En mocht je dat zijn, dan wens ik je daar heel veel succes bij. En dat gaat je zeker lukken als je deze eerste stap hebt genomen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond. En dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!